Dus we laten heel even zien hoe we het liggen aanleren. Ik weet zeker dat het erin lag. Ja, je hebt gelijk, meisje. Kom maar op je stretcher. Goed gedaan. Nou, laat je er op de kontje vallen, beloon je. Heb je een lege hand, ga je naar beneden. Lege hand en leg je de voetjes tussen de pootjes neer. Dus vrij, raf. Even de achter een voetje aanjagen. Nodig ik er weer op. Valt ze op de kontje, daar beloon ik voor. Lege hand naar beneden. En als het hoofdje naar beneden gaat, maar ze nog niet door die voorpootjes gaat, beloon ik al. En dan gaat ze. Ja, gedaan. Tussen de pootjes. Gewone dagelijkse maaltijden. Knappe pup. Goed gedaan. Pup, 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 pup. We nodigen haar uit op de target. Nu is het even het kleedje. Ze valt op de kontje. Die beloon ik. Lege hand naar beneden. Voetje tussen de voetjes. Deksel ertussen als hulpmiddel. Voetje erin. Je vinger erop houden. Om te voorkomen dat ze met de deksel gaat spelen. Voetje erin. Ga je staan. Als er rust in het lijfje komt, kun je al gaan staan. Voetje erin. En nu komt hij. Voetje in de mond. Deksel van de grond. Puppie. Vrij. Kriebel, kriebel, hè.